Goedemorgen, we gaan weer verder met 2 Korinthe en we zijn nu bij hoofdstuk 12. Bij hoofdstuk 11 was het al zover dat we zagen dat Paulus heel duidelijk aangaf welke kwaliteiten hij allemaal had. En in hoofdstuk 12 gaat hij eigenlijk verder. En hij probeert ook duidelijk te maken waarom hij dat doet, waarom hij zo hoog van zichzelf opgeeft. Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. Ik ken een volgeling van Christus die 14 jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. In zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet. Dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet. Dat weet God alleen, werd weggevoerd tot in het paradijs. En dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Paulus spreekt volgens mij in de derde persoon over zichzelf. Want hij wil over zichzelf op deze wijze niet opscheppen. Hij wil eigenlijk op dezelfde manier zoals die dwaalleraren die de Korintiërs zo goed vinden. Wil hij op dezelfde manier eigenlijk zoiets over zich zeggen. Dus dit zijn mensen... Die dwaalleraren zijn mensen die heel hoog over zichzelf opgeven. Ze willen graag dat je weet dat ze uit hun lichaam zijn getreden, naar de hemel gaan, dat ze het paradijs hebben gezien, dat ze wonderen hebben meegemaakt. En dat maakt zo'n indruk op de mensen, ja, dat ze voor die mensen liever kiezen als voor Paulus, die alles in werkelijkheid heeft meegemaakt en die dezelfde visioenen heeft gehad. Maar die daar niet over opschept, omdat het geen enkel doel dient. Wat dient het om aan anderen te vertellen welke bijzondere ervaringen jij allemaal hebt gehad? Het enige doel wat het kan dienen, is jezelf verheffen. En anders is het iets wat tussen jou en God is gebeurd en wat je voor jezelf houdt. En dat is eigenlijk wat Paulus wil zeggen, maar hij doet nu even net als die dwaalleren het omgekeerde. Werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. In het paradijs, dat is wel mooi om dat hier te lezen. Hij werd opgenomen in een visioen tot in het paradijs. Want zo wil God het weer terug herstellen. We gaan terug naar het paradijs, naar de tuin van Eden. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. Van de dingen die ik heb meegedaan wil ik hoog opgeven. Maar wat mens betreft hier in dit leven wil ik me op mijn zwakheid voor laten staan. Op mijn zwakheid roemen. Ik ben niet zo bijzonder, maar God doet een machtig werk door mij heen. En zelfs al zou ik hoog van mezelf opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn. Al zou ik van mezelf over mijn goede resultaten iets vertellen, dan zou het de waarheid zijn. Het zou niet dwaas zijn. Want ik zou de waarheid spreken. Je ziet het, hè? Maar ik zie er vanaf, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. En niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Laat de mensen maar aan mijn houding en aan alles wat ik doe zien dat ik bijzonder ben. Of dat ik een godsdienaar ben. Maar niet van alle vrome verhaaltjes die ik ze vertel. Of alle mooie ervaringen die ik heb gehad. Want dat maakt mij als persoon belangrijker. En dat is Gods bedoeling niet. Wij moeten minder worden. En Hij moet meer in ons leven worden. En al die fantastische verhalen die we over onszelf zouden kunnen vertellen. Laat dat maar zitten. Daar gaat het niet om. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. We hebben hem daar nooit over gehoord, maar nu noemt hij dat. Ik word gekweld door een engel van Satan. We denken dat dat eventueel met zijn ogen te maken heeft gehad, dat hij slecht kon lezen. Daarom moest ook een ander zijn brieven schrijven. Dat is niet per se zo, het kan ook iets anders zijn. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig... Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Paulus, nee, jij wordt niet genezen. Je mag andere mensen genezen, maar jij wordt niet genezen, want dit is om je klein te houden. Kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. Dus in onze zwakheid schenkt Christus door. Die kan ons dan gebruiken. Terwijl als wij in eigen kracht optreden, dan gaan we Christus niet zien. Dan zien we een mens die zichzelf verheft en die zichzelf wel goed vindt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Ik wijs juist op de negatieve dingen die ik mee heb gemaakt, maar die mij in mijn zwakheid sterk hebben gemaakt. De beledigingen, nood, vervolgingen en ellende hebben mij sterk gemaakt. Ik heb me aangesteld als een dwaas, maar u hebt me ertoe gedwongen. Ik had dit allemaal niet moeten vertellen. Maar jullie dwingen me ertoe omdat je het bij anderen wel accepteert. En je moet niet denken dat ik dat niet mee heb gemaakt. Alleen, ik vertel jullie wat nuttig voor jullie is en hou voor mezelf wat niet nuttig voor jullie is, waar ik alleen maar mezelf mee zou verhogen. U had me moeten aanbevelen, want ik mag dan onbeduidend zijn. Ik doe toch echt niet onder voor die geweldige apostelen. Kijk, daar heb je ze. Dat contrast met die andere nep-apostelen, schijnapostelen noemt hij ze op een andere plek. Ze geven hoog van zichzelf op, vertellen allemaal mooie verhaaltjes, maar ze staan niet in dienst van God. Alles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten zien. Elke volharding, alle tekenen en wonderen, elke kracht. U bent in vergelijking met andere gemeentes niets tekort gekomen. Op één ding na, ik heb u niets gekost. Vergeef me deze onrechtvaardigheid. Ik heb niet op jullie kosten geleefd. Ik heb steeds gezorgd dat ik zelf geld had, of ik werd gesteund door gemeentes waar ik al geweest was. Maar ik heb van jullie niets gebruikt. Abraham heeft dat in de geschiedenis ook gehad. Dat hij na een overwinning op een oorlog, toen hij Lot ging bevrijden, dat hij niets van de buit wilde hebben, omdat hij niet wilde dat men zei dat de koningen van Sodom en Gomorra hem rijk hadden gemaakt. Hij wilde er niets van hebben, want hij hield de eer aan zichzelf. Ik sta klaar om u nu voor de derde keer te bezoeken en zal u niets kosten. Het gaat mij niet om uw geld, maar om u. Ik wil je juist laten zien dat het geld wat jullie hebben voor mij niet belangrijk is. Ik kom voor jullie, want ik wil jullie verder brengen in het geloof. Ik wil jullie opbouwen. Niet de kinderen moeten voor de ouders sparen, maar de ouders voor de kinderen. Kijk, hier kan je ook weer verkeerd mee omgaan met zo'n tekst. In de Bijbel staat dat de ouders voor de kinderen moeten sparen. Dus je gaat aan alle ouders vertellen, ouders, je moet voor je kinderen sparen. Dat staat in de Bijbel. Maar Paulus bedoelt het hier op dit moment niet op deze manier. Hij haalt eigenlijk aan van, ja, het is normaal gesproken niet zo dat kinderen voor hun ouders sparen, maar dat ouders voor hun kinderen sparen. En zo wil ik jullie niks kosten, want ik ben jullie vader. Ik heb jullie het evangelie gebracht. Door mij zijn jullie tot bekering gekomen. En ik ga jullie niks kosten. Ik heb mijn geld voor jullie over. Ik spaar voor jullie. Ik wil graag alles wat ik bezit aan u geven tot mezelf toe. Kijk, daar heb je hem. Maar neemt uw liefde voor mij soms af naarmate mijn liefde voor u toeneemt? U geeft toe dat ik geen beroep op u heb gedaan, maar ik zou volgens u wel zo geslepen zijn geweest dat ik u bedrogen heb. En jullie geven toe dat ik jullie nooit iets gekost heb, maar ik heb jullie blijkbaar wel bedrogen. Is er ook maar iemand die ik naar u toegestuurd heb om u uit te buiten? Ik heb Titus aangespoord opnieuw naar u toe te gaan en een broeder met hem meegestuurd. Heeft Titus u uitgebuit? Hebben hij en ik niet in dezelfde geest gehandeld, dus waarschijnlijk heeft Titus ook voor zijn eigen kosten betaald en ook voor de broeder die bij hem was. Hebben wij niet hetzelfde spoor gevolgd? U denkt natuurlijk al de hele tijd dat wij ons tegenover u aan het verdedigen zijn, maar wij spreken ten overstaan van God en in eenheid met Christus en alles wat we zeggen, geliefde broeders en zusters, is in uw belang. Alles wat we doen, doen we in jullie belang. Want ik wil jullie weghouden van die schijnapostelen, van die dwaalleer. Ik ben namelijk bang dat ik u bij mijn komst anders zal aantreffen dan ik zou wensen. En dat onze ontmoeting dus anders zal uitpakken dan u wilt.
Ik ben bang voor tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, kwaadsprekerij, geroddel, arrogantie en wanorde. Dus dit waren de zaken die Paulus over de gemeente Korinthe constateerde. Hij was bang dat er tweespalt was, twee partijen, mensen die uit elkaar gaan. Jaloezie, jaloezie op elkaar, woede, boos zijn op elkaar, gekonkel, geroddel over elkaar. Kwaadsprekerij, kwaadspreken over elkaar, ook een vorm van roddel. Gekonkel en geroddel, het is allemaal ja, een vorm van roddel, zullen we maar zeggen. Arrogantie, hoogmoedigheid en wanorde. Daarom heeft hij een heel hoofdstuk over orde in de gemeente geschreven, 1 Korinthe 14. Ik ben bang dat God mij bij mijn bezoek opnieuw zal vernederen en ik opnieuw verdriet zal hebben om al de broeders en zusters die zijn blijven zondigen en zich niet hebben afgekeerd van hun zedeloosheid, ontucht en losbandigheid. Let op dat er staat, ik ben bang dat God mij bij mijn bezoek opnieuw zal vernederen. Waarom? Hij heeft daar zo in die gemeente gewerkt. Hij heeft ze zo geprobeerd sterk te maken, het woord van God te leren. En er is niks van overgebleven. Ze gaan met het grootste gemak met de eerste, de beste dwaalleer aan de gang. En dat is een vernedering voor Paulus. Ik ben bang dat God mij bij mijn bezoek opnieuw zal vernederen. En ik opnieuw verdriet zal hebben om al die broeders en zusters die zijn blijven zondigen. Die niets geleerd hebben. Die niet in het geloof zijn gaan staan. Die niet vervuld zijn met de kracht van de Heilige Geest. Waardoor ze weerhouden worden om te zondigen. En zich niet hebben afgekeerd van hun zedeloosheid, ontucht en losbandigheid. Mensen die in hun oude leven zijn blijven steken. Mensen die verloren gaan. Mensen die zich makkelijk laten verleiden door schijnapostelen die hen meer naar de mond praten. Volgende keer gaan we naar hoofdstuk 13. De Heer zegene jullie.